Goedemorgen. Ja, dat is beter. Oké. Ja, het wordt een gezellige causerie. Ik zou bijna zeggen, kom een beetje dichter. Wij hadden de vorige keer een gesprek met onder andere minister Jan Bon over de terreuraanslagen. Dan was het bakske vol, konden mensen zelfs niet binnen. Maar ik denk dat de studenten zich nog aan het uitslapen zijn op een zondagmorgen. Dat was eigenlijk niet zo'n goed idee, denk ik dan, achteraf, om iets te doen rond studenten in Gent. Want op een zondagmorgen en op 1 oktober, pas het academiejaar gestart, is er blijkbaar toch weinig opkomst van de studenten zelf. Ik had vooral gedacht dat ze heel kritische vragen zouden stellen, maar je weet nooit, misschien sijpelen die nog binnen. Maar in elk geval, onze trouwe bezoekers van harte welkom. En ik denk dat jullie ook wel over studenten iets te vertellen hebben. Voornamelijk omdat ik hier ook mensen zie in het publiek die met studenten quoten, mag ik dat niet noemen, want zo'n belediging zijn voor Cupcot. Maar in elk geval daar toch wel wat ervaring mee hebben. Ja, het is niet altijd veel opkomst of veel publiek die de kwaliteit bepaalt. En vandaag is er kwaliteit aan tafel, want het is toch, ik heb de turf doorgenomen, een enquête, dat is de aanleiding van onze speakerscorner, een enquête die gevoerd is naar aanleiding van de vraag van Stad Gent. En dan gaan we beginnen met Anneke van den Bulke, de studentenambtenaar van Stad Gent. We waren straks vragen waarom zo'n enquête nu plotseling moest gevoerd worden en wat de resultaten daarvan zijn. Ik heb ook Zoe van Damme, die zichzelf straks wel zal voorstellen, maar ik heb begrepen bestuurslid sociaal van de Gentse studentenraad. En dat betekent dat jullie onderafdelingen hebben in elkaar binnen die studentenraad en dat u lid bent van de sociale raad van UGent ook. En Dario Rens van Studentenradio UGent, heel belangrijk, UGent FM, en producer van de studentenmagazine Sputnik. Ik had er ook nog verwacht Céline Bakistani, de studenten van Studentenblad Schamper, maar die heeft vanmorgen gebeld dat ze ziek is. Of te laat geweest, dus dat mag ik niet zeggen. Iedereen kan ziek worden, maar in elk geval, die is verontschuldigd. Het leek mij leuk. Het is een kleine opkomst, maar er mag geapplaudisseerd worden voor onze gastsprekers van vandaag. Dank u wel. Ja, ik vind het een beetje jammer dat er niet zoveel opkomst is, maar ja, zoals gezegd, het lukt niet altijd om het bakske vol te krijgen. Nu, het is natuurlijk een heel belangrijk thema, dat heb ik toch zelf vastgesteld, want bij een aantal dingen sta je niet stil. En ik ga, als u het goed vindt, ook beginnen met Anneke van den Bulke, de studentenambtenaar van Stad Gent. Een heel stevige bundel met allerlei analyses. Maar misschien toch beginnen, Anneke, als ik mag, met de eerste vraag. En die eerste vraag is uiteraard, waarom studentenstad Gent al heel lang? En waarom nu plotseling die enquête? Ik weet niet, werkt deze micro? Ja? Ja. Oké, perfect. Waarom nu deze enquête? Ik ga misschien ook verduidelijken sinds wanneer ik studentenambtenaar ben voor de stad Gent. Dat is namelijk sinds 2012. Dat was ook het begin van een nieuwe legislatuur. Een legislatuur die binnenkort volgend jaar ten einde loopt. En eigenlijk was het de bedoeling van deze enquête om input te verzamelen naar een nieuw mogelijk stadsbestuur. Omdat, zoals dat jullie weten, de meeste studenten in Gent zijn niet van Gent zelf afkomstig. 90% komt van buiten Gent. Maar dat houdt ook in dat die jongeren niet kunnen stemmen in Gent, maar wel een belangrijk deel van hun tijd hier doorbrengen. Zeker de kotstudenten die hier vijf avonden of dikwijls zelfs onze week of een maand verblijven, die hebben een serieuze impact op de stad, maar die hebben ook wel bepaalde behoeften, zitten ook wel met bepaalde zaken. Dus in aanloop eigenlijk van die nieuwe verkiezingen worden wij met de jeugddienst, de verschillende doelgroepen die de jeugddienst rijk is, want daar zitten bijvoorbeeld ook scholieren tussen die ook nog niet kunnen stemmen. Van hen is er ook input op gevraagd, maar daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk om ook te weten waar de studenten wakker van liggen en wat dan zij eigenlijk wensen van de stad Gent, waarom dat erin gezet wordt. Dus het is eigenlijk, ik zou zeggen, een werkdocument voor de volgende ploeg om daar dan rekening mee te houden. Nu, ik ga natuurlijk graag vragen aan jullie straks als we het hebben over een aantal items die aan bod zijn gekomen of uit die enquête zijn gekomen van, klinkt dit voor jullie vertrouwd? Is dat eigenlijk een bevestiging van wat je al weet? Of zijn er bepaalde zaken dat je zegt van, ja, onze ervaring is wel met andere accenten. Ik heb, maar ik laat het graag aan u over, gezien dat het voornamelijk ging over een aantal thema's en dan ook nog een mogelijkheid om zelf
suggesties te doen. De studenten, ik heb begrepen dat er ongeveer 2690 studenten online de enquête hebben ingevuld. Ja. En er waren vragen over thema's zoals wonen, mobiliteit, sport, cultuur, de bloklocaties, werken, communicatie, welzijn en dan ook het stemrecht waar u het al over had. En daarnaast was er ook een luik waar ze zelf konden een aantal suggesties doen. Nu, ja, we gaan de telefoonboek niet doornemen, uiteraard, maar wat zijn nu de belangrijkste dingen die aan bod zijn gekomen? Mij verbaast het een beetje dat één aspect, en dat was dan de huisvesting, waaruit bleek dat er veel eensgezinswoningen ook nog door studenten gebruikt worden, wat eigenlijk niet mag, hè, maar we willen toch voornamelijk de eensgezinswoningen door de woonnood aan de gezinnen bieden. En daaruit is dan heel veel, daarop is dan heel veel reactie gekomen in de media, hè, om te zeggen van ja, dat eigenlijk toch heel veel studenten in eensgezinswoningen wonen en niet in hun studentenhuisvesting. Maar voor de rest is dat eigenlijk een beetje ondergesneeuwd, vind ik persoonlijk, bij de pers. Er is er niet veel over geschreven, nochtans een heel belangrijk document. Maar naast huisvesting, wat zijn de belangrijkste dingen die ook gebleken zijn, of aandachtspunten? Naast huisvesting, allee, misschien ook een keer kort duiden, dat wij natuurlijk zelf niet in de hand hebben wat dat de pers, wat dat zij naar buiten brengen, ja of nee. Die studentenenquête is trouwens voor iedereen na te lezen op de website van Stad Gent. Dus als jullie alle details willen kennen, dat kan. Maar naast huisvesting denk ik dat alles die te maken heeft met betaalbaarheid een grote factor is. Betaalbare studentenhuisvesting, betaalbaar openbaar vervoer, betaalbare cultuur, betaalbare sport. Studenten willen in het algemeen alles goedkoper. Maar mobiliteit is er ook wel uitgekomen als belangrijk aspect. Dus niet enkel het fietsen in Gent en alles die met fietsen te maken heeft, die eruit gekomen is, maar ook de zaken in verband met openbaar vervoer. Dat studenten dat echt wel te duur vinden, een busypas. Vaak ook omdat het in combinatie is met een, bijvoorbeeld de trein te nemen naar het Gentse. Nu, in Gent zelf gebruiken ze voornamelijk de fiets om zich te verplaatsen. Ja, het heeft, ja, ik moet zeggen, alles met fietsen dat jij kunt denken, komt erin voor. Dus alles, de tramsporen bijvoorbeeld, maar ik denk dat dat niet enkel de studenten zijn die erover vallen, maar ook de gewone Gentenaar. Het feit dat ze liefst van al afgescheiden fietspaden zouden hebben, los van autoverkeer, maar dus ook los van voetgangers. Studenten vinden het niet zo aangenaam om in het centrum te fietsen, omdat het niet duidelijk is waar dat de plaats is voor de voetganger, waar is plaats voor de fietser. Ze vinden dat te chaotisch, zouden dat liever wat meer afgebakend zien. Het is ook, ja, de kwaliteit van de fietspaden. Het feit dat er soms kasseien naast tramsporen, dat er onvoldoende plaats is tussen voetpad en tramspoor, dat je daartussen moet fietsen en zo verder. Dus het is heel duidelijk dat dat wel leeft onder de studenten. Zoals dat je al zei, van huisvesting, de betaalbaarheid komt daar aan bod. Effectief hebben wij daar gericht willen peilen van waar zitten de studenten nu eigenlijk op kot. Precies omdat wij weten dat samenwonen iets is dat leeft onder de Gentenaars, maar eigenlijk ook bij de studenten. Want studenten zullen dat eigenlijk ook willen kunnen, samenwonen. Maar wat we dan wel zien in die cijfers, dus ongeveer 60% die deelgenomen heeft aan de enquête zit op kot. Dat is wel, dat cijfer ligt hoger dan het reëel percentage van kotstudenten. Wij schatten dat ongeveer 42% op kot zit. Maar aangezien dat er meer universiteitsstudenten deelgenomen hebben, ligt dat hoger. En van die 60% die op kot zit, zien we dat 1 op 5 samenwoont in een appartement of huis. Maar als we nog verder op die vraag ingaan, blijkt dat 40% eigenlijk in een huis of een appartement zit die eigendom is van de familie. Met andere woorden, zij kunnen daar zitten, dat is een van de regels, als die daar als gezin wonen en dat behoort aan de familie, dat dat kan. Want het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de mannelijke vrienden samen in een huis, dat is iets dat we op termijn inderdaad wel uitkrijgen. Nu, achter de schermen bij de Stad Gent zijn we ons daar ook bewust van dat studenten dat ook die mogelijkheid willen kunnen hebben om samen te wonen, zijn wij ook wel aan het kijken om een mogelijkheid bieden binnen vergunde studentenhuisvesting dan, dat er ook appartementen kunnen gecreëerd worden, zodanig dat studenten toch de kans krijgen
om te kunnen samenwonen. En daarnaast zijn we ook aan het nadenken over bijvoorbeeld een proefproject waarin dan we willen samenwerken met kotbazen die eigenlijk een volledig kot zouden te huur kunnen stellen voor een groep vrienden die wens samen te wonen. Maar dan wel in een erkend kot. Dus we proberen de beide. Het is niet zo dat we nu met een heksenjacht gaan beginnen op studenten. Het is eigenlijk enkel naar aanleiding van een klacht dat wij op dit ogenblik optreden. Dus als wij klachten van overlast binnenkrijgen en vaststellen van kijk, eigenlijk kan dit echt niet, dit is bedoeld voor een gezin, is het ook zo dat de studenten tijd krijgen tot het einde van het jaar, kunnen ze op dat kot blijven omdat wij niet vinden dat een student daar moet voor opdraaien. Wij vinden eigenlijk dat de eigenaar is die beslist wie dat hij in zijn woning laat. Maar die student mag niet boeten dat hij binnen het academiejaar plotseling een nieuw kot moet zoeken. Dus krijgt tijd tot het einde van het jaar. En dan wordt er natuurlijk het jaar erop opnieuw gecontroleerd op die woning. Zitten daar nu een gezin in of zitten er ook nieuwe studenten in? Ja. Betaalbaarheid kwam heel vaak voor. Onder andere is ook gebleken dat deelnemen aan culturele manifestaties, dat men dat te duur vindt. Nochtans hadden veel mensen de indruk dat in Gent ook wel heel veel dingen gratis zijn. Optredens en de Gentse feesten is natuurlijk bij uitstek het gratis evenement of festival. Dat blijft gratis, althans al wat openbaar op plaats gegeven wordt. Maar daarnaast zijn er ook veel zaken die je toch kunt van genieten die gratis zijn. Is daar meer detail over gegeven van wat is dan te duur? Is dat dan eigen aan Gent of is dat wat festivals of concerten zijn overal eigenlijk wel prijzig? Het gaat voornamelijk over een bioscoopbezoek. Ja, dat is eigenlijk het voornaamste waarover dat er geklaagd wordt dat dat zeer duur is. Er zijn ook een paar opmerkingen gekomen over bijvoorbeeld opera. Van oké, dat het dan vaak wel goedkope prijzen zijn, maar dat dus het slechte plaatsen zijn en dat dan niet meteen de studenten aanzet om een volgende keer opnieuw naar opera te gaan. Maar ik denk dat er ook heel veel onwetendheid is onder studenten. Want de meeste cultuurhuizen hebben wel degelijk studententarieven. In Tegent werd met een last call Sphinx werd met s'avonds een goedkopere prijs om naar de laatavondfilm te gaan. Dat veel studenten gewoon niet weten wat dat één het gratis aanbod is. Want er zijn massas gratis concertjes in Twente, hier ook in de Mississippi. Maar dat, zeker voor de nieuwe studenten is het niet altijd evident om de weg te zoeken in het bos van het mega aanbod dat Gent geeft naar jongeren. We hebben nu ook, ik weet niet, sommigen van jullie hebben het misschien gezien, een welkomstfilmpje gemaakt om alle studenten welkom te heten in Gent. En we zijn daar ook gestart met als eerste tip uit in Gent, omdat daar al het culturele gebundeld wordt. En er is ook speciaal de gratis in Gent die opleist wat ze eigenlijk allemaal gratis kunnen wensen. Dus dat is een taak voor mij als studentenambtenaar en samen met mijn collega's bij de hoger onderwijsinstelling om studenten beter te informeren over dat aanbod. Wat dat al dan niet gratis is of waar dan ze korting krijgen om deel te nemen aan cultuur. Ja, u heeft het zelf gezegd, het is eigenlijk voor de volgende bestuursploeg. Hè. Eigenlijk heeft u daar een werkdocument, men kan ermee aan de slag met die aandachtspunten. De enquête is eigenlijk ook vrij recent afgenomen, het was in april, mei. De resultaten zijn nu bekendgemaakt. Maar nu eventjes bent u geen ambtenaar meer en u heeft nu eigenlijk voor het zeggen, u bent verkozen als burgemeester met de meeste stemmen. En in die nieuwe ploeg, na de verkiezingen van 2018, heeft u het voor het zeggen. Als je dan nu een keer out of the box denkt van de resultaten van die enquête, wat zou je als eerste aanpakken? Als ik puur afga op de resultaten en waar de studenten het meest van al input op gegeven hebben, is dat nog veel meer inzetten op fietsinfrastructuur. Ja. Nog meer veilige fietspaan, verlichte fietspaan, fietsstallingen, optreden tegen fietsdiefstal. Ja, alles die daarmee te maken heeft, maken dat voldoende betaalbaar blijft om een fiets te huren in het Gentse. En dan denk ik ook dat je zou moeten inzetten op inderdaad meer in het centrum, in het voetgangersgebied, dat duidelijker wordt waar je als fietser kan rijden en waar dat de voetganger weet dat een fiets kan langskomen. Omdat je toch al merkt,
als je dat hoort van studenten ook, als ze fietsen bijvoorbeeld op de Korenmarkt, iedereen door elkaar, een klein beetje haast soms. Als je dan belt, je doet dat niet om iemand te irriteren, je doet dat om te tonen van ik kom er aan. Maar hoeveel mensen die geïrriteerd zijn puur door het feit dat je durft je fietsbel te gebruiken. En dat zou misschien vermeden kunnen worden door bijvoorbeeld met een soort fietssuggestiestrook te werken, zodanig dat het duidelijk is voor iedereen van oké, daar zou een fiets kunnen langskomen. Ja. Oké, dat zijn al de eerste lijnen en nu gaan we een keer wat reacties vragen. Ik zou iedereen aanraden, als je een keer rustig de tijd hebt, om inderdaad, dit staat online, je hoeft het niet allemaal, ik ben een beetje ecologisch onverantwoord bezig geweest, maar het is omdat ik het in de trein moest lezen. Ik heb het uitgeprint, maar het is een lijvig document. En er staan een aantal verrassingen ook in, wat mij betreft. Bijvoorbeeld zegt men op een bepaald moment bij de suggesties, er moeten meer geld, bankautomaten komen in de studentenbuurten. Ik dacht onze stad vol stond met bankautomaten, maar bijvoorbeeld is dat iets dat je dan toch niet weet en dat dan aan bod komt. Maar eigenlijk, de zaken die u wellicht ook vernomen heeft, doorgenomen heeft uit die enquête, is dat een bevestiging voor wat dat al weet? Ik val in herhaling, dat is eigenlijk de vraag die ik aan jullie wil stellen. Of zeggen jullie van nee, dat zijn andere aandachtspunten, graag zo in? Ja, ik vind de meeste zaken zijn effectief aan een bevestiging, maar ik vind het positief dat een aantal zaken bevestigd worden, zodat we die cijfers kunnen gebruiken om ook als studentenraad effectief iets te kunnen verwezenlijken. Bijvoorbeeld de studentenbuspas is iets waar we vorig jaar mee bezig zijn geweest met de stad Gent in discussie gegaan van kijk, we zouden dat graag hebben, zo'n studentenbuspas, aangezien een busiepas momenteel €209 kost om voor een heel jaar de bus te mogen nemen, wat voor de meeste studenten superveel geld is. In Kortrijk en in Leuven hebben ze een veel goedkoper alternatief. Ze hebben daar al onderhandeld met de lijn. En daar kunnen voor €10 een heel jaar gratis, nee, gratis voor die €10 dan natuurlijk, de bus nemen. Dus wij vroegen ons af of dat hier in Gent ook een mogelijkheid was. En we zijn dus in onderhandeling geweest met de stad Gent. En dat was een positief gesprek. En ze zeiden ook, we gaan afwachten tot de resultaten van de enquête bekend zijn om daar effectief iets mee te doen. En nu blijkt dat meer dan 60% van de studenten daar effectief wel open voor staat en dat ook zou aankopen, moest dat er zijn. Dus wij vinden dat zeer positief om zo terug aan de tafel te kunnen gaan met de stad Gent om dat te kunnen verwezenlijken. Voor de rest, voornamelijk de financiële aspecten, waar je daarnet ook al over had, vinden wij ook zeer positief dat dat nog een keer bevestigd wordt. Dat studeren effectief wel zeer duur is voor studenten. Het leven in de stad Gent is duur, de quoten zijn duur. En dat er daar wel meer aandacht moet voor komen, dat er gelijkheid is onder studenten, dat onderwijs democratisch moet blijven. Dat er geen verschil is tussen mensen die het kunnen betalen en de mensen die het niet kunnen betalen, het studeren. Ja, ik heb ook gezien dat, althans van de geënquêteerden had ik begrepen, want het is natuurlijk een wetenschappelijk wel verantwoorde resultaat. Hè. Als je 2600 en zoveel mensen enquêteert, dat is dan natuurlijk wel een duidelijke steekproef. Maar ik had het daarnet nog even over, 60% heeft ofwel een studentenjob s'avonds in een universitair restaurant of in het weekend als student. Hoe moeten we dat inschatten? Is dat eigenlijk omwille van financiële noodzaak of is dat omwille van, ja, dan kan ik mij iets extra permitteren? U heeft het net over, is het nog betaalbaar, het onderwijs? Is dat uit noodzaak vaak? Wel, dat is ook nagevraagd geweest in de enquête waarom ze dat doen. En daaruit bleek dat 44% van de studenten dat effectief doet uit financiële noodzaak. Met hen studentenraad hebben wij ook zelf een enquête gedaan over de hele Vlaamse gemeenschap, dus ook de KU Leuven ondervraagd. Daar waren 7000 studenten op geantwoord en dat waren net dezelfde cijfers. Ongeveer 40% van de studenten doet een studentenjob uit noodzaak om het te kunnen studeren. Waaruit dan nog een keer blijkt dat van die 40%, 20% van de studenten moeite heeft om dat te combineren met hun studies. Dus hun studies lijden effectief onder het feit dat ze een studentenjob moeten uitoefenen om die studies te kunnen betalen. Wat wij als Gent Studentenraad een zeer schrijnend resultaat vinden en vinden ook dat daar effectief iets moet aan gebeuren. Ja, dat is natuurlijk sterk, want als je zegt van noodzaak, kun je zeggen van is het om iets extra te kunnen doen of is het effectief om de studies te kunnen betalen. En die cijfers zijn natuurlijk wel, dat gaat wel heel ver natuurlijk om in kaart te brengen dat ons democratisch onderwijs dan toch wel een aandachtspunt, wel lampjes beginnen flikkeren om de betaalbaarheid inderdaad te behouden. Heeft u diezelfde ervaring naar betaalbaarheid? Zijn dat signaal die u ook opvangt? Ik denk, ik verschoot eigenlijk ook wel van het cijfer van hoeveel mensen moeten een studentenjob nemen om echt gewoon hun universitaire studies of hogeschoolstudies te kunnen betalen.
Dat is iets waar ik zelf van verscholen ben. In mijn omgeving zijn het mensen die een studentenjob aannemen gewoon om iets extra te kunnen permitteren. Maar bijvoorbeeld dan betaalbaarheid van cultuur. Bij de studentenradio zijn wij constant bezig daarmee. En daar verschoot ik dan weer van dat heel veel mensen zeiden van dat is te duur. Want inderdaad, ik denk dat ze gewoon niet goed genoeg zoeken. Ja. Er is een groot aanbod in Gent. Er zijn heel veel ook kleine culturele collectieven die heel veel gratis of super goedkoop aanbieden. En dan vind ik het toch ook een beetje jammer dat de Gentse student niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Ik denk ook dat er genoeg platformen zijn, zoals Uit in Gent, Gratis in Gent, die eigenlijk naar de studenten en naar de andere inwoners van Gent willen aantonen van kijk, dit is het cultureel aanbod in Gent en je hoeft er echt niet zoveel voor op tafel te leggen. En dus dat zijn twee dingen waar ik echt van verschiet, dat heel veel mensen een studentenjob nodig hebben om te kunnen overleven, zeg maar, en dan dat de studenten cultuur te duur vinden. UrGent en studentenmagazine Sputnik, dat is natuurlijk een belangrijk forum. Sputnik ken ik niet zo, maar UrGent hoor ik af en toe wel eens, of krijg ik ook wel eens signalen dat daar iets mee gebeurt, hè, als daar een bepaald item op komt. Gaan jullie dit nu ook aanpakken om te zeggen van bijvoorbeeld naar een forum om de betaalbaarheid van culturele evenementen wat meer te promoten, maar bijvoorbeeld ook de problematiek van de betaalbaarheid van openbaar vervoer of de betaalbaarheid toekomst van onderwijs. Gaan jullie dan mee aan de slag om daar Bijvoorbeeld, we hebben het programma Tumult FM, dat is eigenlijk ons cultuurplatform. Dus daar zijn we al heel sterk op aan het inzetten om eigenlijk cultuur bij de studenten te brengen. Maar dan bijvoorbeeld de andere problematiek over mobiliteit en over huisvesting. Dat is iets wat we dan bij ons in Sputnik, het studentenmagazine, kunnen opnemen om eigenlijk gewoon ook eens een interview te doen met iemand bijvoorbeeld die moet bijverdienen om te overleven. Ik denk dat het onze taak dan is als studentenprogramma om die verhalen aan bod te laten komen. Ik denk dat we zo dan ook een politiek discussie kunnen ondersteunen. Ik denk niet dat die moet starten vanuit ons, maar ik denk wel dat door die verhalen aan te grijpen als ankerpunten, dat we daar wel echt een grote steun in kunnen zijn om dat aan te wakkeren bij Stad Gent onder andere. Wat is ook gebleken, rond stemrecht, ja, dat is natuurlijk nog altijd een heikel punt, omdat als je niet gedomicileerd bent, ja, dan kan je natuurlijk niet stemmen. De stad waar je, voor wat de studenten betreft die van buiten Gent zijn, soms wel meer verblijft, zelfs ook in het weekend, dan in je eigen gemeentestad. Zit daar iets achter om die mensen, hebben die behoefte aan zo'n stem? Want uiteindelijk, we spreken over meer dan 250.000 Gentenaars. Plotseling komen er 74.500 studenten aan de start van het academiejaar, waarvan heel veel buiten Gent. Die groep, moet die niet wat meer een stem krijgen? Moet die niet wat meer een gegroepeerd worden? Ja, voor mezelf kan ik niet spreken, want ik ben geboren en getogen Gentenaar. Maar ik denk, als ik ook gewoon in mijn omgeving terugkijk, dan zie ik wel dat mensen echt politiek willen bezig zijn in Gent ook. Zich aansluiten bij een politieke vereniging of bij een semi-politieke vereniging, bijvoorbeeld Duurzaam Gent of zo. En ik denk dat de student wel die stem wil. Of ze die stem moeten krijgen, vind ik een andere discussie. Maar ik denk, door ze gewoon politiek in te zetten, of in een vereniging, of bij een jeugdvereniging, denk ik dat zij hun eigen stem wel kunnen door laten voelen. Dus ik denk, ja, het stemrecht voor studenten hier in Gent, vind ik misschien zelf persoonlijk dan er een beetje over. Maar ik denk dat je als Gentse student ook van buiten Gent genoeg je stem kan laten klinken om iets bij Stad Gent los te krijgen. Misschien terug naar Zoe. Ja. U bent lid van de Sociale Raad van de Universiteit van Gent. Dat betekent, u gaat waarschijnlijk toch wel daar een aantal dingen mee doen. Wat ligt er op de plank om dan nu effectief ook... Ja,
een klankbord te geven en te maken dat er iets mee gebeurt. Mm-hmm. Kunnen we nog even terugkomen anders op het stemrecht. Met de Vlaamse Vereniging voor Studenten zijn we daar ook mee bezig geweest rond het stemrecht. En daar stonden wij effectief wel achter. Omdat je zowel het participatieve karakter van een student verhoogt. En ik denk dat studenten dan meer bewust gaan zijn van wat doet een stad voor ons en wat kunnen wij voor de stad doen. Ik denk dat dat een zeer positief gegeven zou zijn. En de enquête blijkt dat 1/4 van de studenten zouden willen stemmen in Gent. Dus het is ook maar een deel. Dus ik denk niet dat we zo beangstigd moeten zijn dat ineens het hele kiessysteem zal veranderen doordat er een paar studenten meer gaan stemmen. Maar ik denk dat voornamelijk het gewoon het concept is dat ze kunnen stemmen, dat er de mogelijkheid is tot inspraak. Wij hebben als Gent Studentenraad een heel grote inspraak bij de stad Gent en dat is zeer positief, maar wij zijn maar een deel van de studenten. Ik denk dat het een beetje van bottom-up moet komen, dat je inspraak hebt op een hoger niveau. Dus ik denk dat dat een zeer positieve evolutie zou zijn. Misschien toch eventjes terug de tour, want we hebben enerzijds onze studentenambtenaar die al veel gezegd heeft en graag wat reacties daarop. Het is al aan bod gekomen, hè? De huisvesting, dat was één item die in de media ook heel sterk aan bod is gekomen. Ja, het is natuurlijk zo dat dat ruimer is dan alleen voor studenten, ook mensen willen samenwonen zonder dat er eigenlijk een relationele band is. En voor niet-studenten, mensen die een uitkering hebben, is dat ook een probleem, want dat wordt dan berekend op het gezinsinkomen. En als zij samenwonen, wordt dat dan vaak ook beschouwd als zijnde van, ja, dit is geen aparte woning, dat heeft consequenties op een uitkering. Maar eventjes over het gebruiken van eensgezinswoningen in onze stad door studenten. Is dat ook iets dat je zegt van, ja, dat wisten wij, maar wij zien geen probleem? Of zegt u, we kunnen die gedachtegang van de stad wel volgen om meer gericht naar studentenhuisvesting te gaan? Ja, in mijn omgeving zie ik dat heel veel van mijn vrienden samenwonen in een eensgezinswoning. En het probleem is duidelijk aanwezig. En ik denk ook dat het voor die mensen die in die eensgezinswoning zouden moeten wonen eigenlijk, dat daar echt wel iets aan gedaan moet worden. Ik denk, ja, zoals Anneke daarnet zei, vind ik het geweldig dat studenten wel echt tijd krijgen ook om naar een andere woning te zoeken. Want meestal is het niet de schuld van de studenten omdat zij niet op de hoogte zijn dat dat niet mag. Ik denk dat het meer uit een onbesef is dat het een probleem is geworden, dan dat het echt actief is van, ah, ik wil een eensgezinswoning. Ik denk dat het eerder daaruit komt. En naar betaalbaarheid, dat is een algemeen gegeven die aan bod gekomen is uit de enquête. Hoe zit dat dan met, zijn er dan ook signalen van jullie kant om te zeggen van, ja, dan moet er iets aan gedaan worden, want dit is niet meer betaalbaar. Er is gezegd van, er is een noodzaak om te gaan bijklussen en soms is dat echt dat mijn studies daardoor in het gedrang komen, want die combinatie is soms heel moeilijk. Hebben jullie daar ook acties rond ondernomen om dat signaal te geven? In de sociale raad streven we altijd naar meer homes. Ik denk dat een home een zeer goede oplossing is voor het marktsysteem weer een beetje in evenwicht te brengen, want de prijzen van koten stijgen continu. En homes proberen dat systeem wat in disbalans te brengen door goedkopere huisvesting aan te bieden en zo wat te werken via vraag en aanbod. Maar natuurlijk kan onze universiteit ook maar een bepaald deel van de studenten huisvesten, gezien dat ook een zeer grote kost is. Maar ik denk dat zo'n dingen dat we daarop effectief wel moeten inspelen. En hoe kijken jullie naar die eensgezinswoning? Is dat iets dat je zegt van, ja, dat is toch schering en inslag ook in andere steden, Parijs, Londen, wonen mensen ook samen? Of zegt u van, nee, dat is een goede optie om inderdaad te maken dat men richting studentenhomes gaat? Als Gent Studentenraad hebben wij ons altijd verzet tegen het feit dat de stad Gent studenten weigert in eensgezinswoningen te huisvesten. Voornamelijk effectief door die kostprijs. Dat is veel goedkoper als je met 4 een appartement huurt dan een privékot te huren. Maar natuurlijk begrijpen we wel de redenering na het systeem, maar wij zijn daar altijd hevige tegenstander van geweest. Ik heb begrepen dat er uiteraard geen heksenjacht zou zijn. Men gaat ook de studenten de tijd geven. Maar we hebben ook begrepen dat dat enkel maar gebeurt op basis van een klacht. Dus eigenlijk gaat men niet detecteren van, nee. Men gaat geen inspectieronde beginnen doen naar studentenhuisvesting. Wat is de ervaring met de klacht? Wie dient nu klacht in van, dat mag hier niemand. Het is niet toegestaan door de stad Gent. Is dat op basis van overlast? Dat men zegt van,
We hebben het hier moeilijk in onze wijk met die studenten en ik heb vernomen dat dat eigenlijk niet mag, dus ik dien klachten in om ze hier buiten te krijgen. Of wat ligt waar ligt de gevoeligheid? Wie dient klachten in? Ja, wie dient klachten? Dat zijn natuurlijk altijd de buren. Het is meestal naar aanleiding van nachtlawaai dat dat gebeurt. Dat je moet rekening houden, neem nu een appartementsblok, waar dat de helft bijvoorbeeld studenten zijn, de andere helft gewoon bewoners. Studenten, ik kan ook niet zeggen dat iedere student een compleet nachtritme aangenomen heeft als die in Gent zit. Maar meestal zit er wel een verschil in levensritme, waardoor dan een student langer op zal zitten en een bewoner bijvoorbeeld s'avonds om 11 uur bed in, om dan erop fris en monter te kunnen gaan werken. Bij een student kan dat al wat later zijn, of die nodigt vrienden uit om samen naar een film of een kotfeestje te doen. Wij vinden het natuurlijk heel belangrijk dat studenten met hun buren goede afspraken maken over zo'n zaken, of het nu in vergunde of niet vergunde studentenhuisvesting is. Maar wij stellen in het algemeen wel vast dat studenten en bewoners samen in één blok, dat dat eigenlijk geen goede oplossing is. Dat er daar altijd problemen van komen en dat dat puur te maken heeft met dat levensritme die anders ligt. En dat is ja, nu eenmaal het gegeven en naar aanleiding van zo'n overlastklachten wordt nagegaan van één, want er zijn natuurlijk wel omstandigheden waarin dat studenten wel kunnen samenwonen, een koppel bijvoorbeeld, dat wij ook al, een student komt op zijn 18e naar Gent, maar op zijn 23e heeft hij misschien wel een lief leren kennen, dan vinden wij ook dat een student recht mag hebben om in een één slaapkamerappartement met zijn vriend of vriendin samen te wonen. Dus dat is niet het probleem, het heeft echt wel te maken wanneer dat je verschillende mensen in hetzelfde appartement, verschillende slaapkamers, maar dat wil ook zeggen per persoon dat je een sociaal netwerk hebt. En dat beperkt zich dan niet tot één avond om de zoveel maand dat er een keer volk op bezoek komt. Nee, dan is dat vaak wekelijks dat er andere mensen over de vloer komen. Wat dat wij natuurlijk ook wel snappen dat een student wil kunnen doen. Maar in een residentieel appartementsgebouw is dat een probleem in vragen. Wil je die problemen oplossen, dan moet je eenmaal bepaalde maatregelen treffen. Maar zoals ik al zei, als wij geen klachten hebben, gaan wij ook niet op dit ogenblik toch gericht op zoek. Wij gaan wel inspelen als er klachten zijn om te bekijken van kunnen de studenten hier blijven, ja of nee. En indien dan we vaststellen dat het niet kan, en toch de tijd geven tot het einde van het academiejaar om tegen het volgende academiejaar een nieuwe woning of een nieuwe kamer of studio te vinden. En zoals ik ook al aangehaald heb, zijn we ook aan het kijken om binnen vergunde studentenhuisvesting ook te kijken naar appartementsvormen om samen te wonen voor studenten ook mogelijk worden. Maar dan houdt dat ook in dat het allemaal studenten zijn die samen wonen in een building en dat er geen mix is met bijvoorbeeld jonge gezinnen. Er stond gisteren, dacht ik, of niet, ja toch, gisteren in de weekendkrant van de Gentenaar een interview met een kopmadam en een kopmeneer. Waar dat dan alles wel goed verliep, omdat dat eigenlijk nogal heel strenge leefregels waren. Men moest eigenlijk, als men iemand op bezoek had, moest men dat zelfs aan de kopmeneer vragen op voorhand. Er waren er duidelijke huisregels op voorhand afgesproken. Een kwestie van na zoveel, na een bepaald uur geen verlichting, de lichten moesten uit en geen douches meer enzovoort. Ja, de kopmadam van vroeger, is dat iets wat nog haalbaar is om te zeggen in die wijken willen we het allemaal een beetje binnen de perken houden? Of? Ja, ik denk hier in Gent dat er veel minder kotmadammen en kotheren zijn dan bijvoorbeeld in Leuven. Maar ik hoor het verhaal nog maar net eigenlijk en ik ben toch een beetje gegeneerd in de plaats van die mensen. Want ik vind het, ja, uiteindelijk als student moet je ook wel het studentenleven kunnen ontdekken. En dan perk je die mensen wel in. Zeker ook, het zijn privé-quoten neem ik aan, dus die mensen zullen ook wel, die studenten zullen ook wel wat neerleggen op tafel voor die quoten. Ik weet niet, ik denk het kan haalbaar zijn, zeker, maar dan moet er van alle twee kanten een heel redelijk regelgeving zijn. Maar ik zou daar bijvoorbeeld persoonlijk geen quote gaan zoeken. Ja, ik denk dat er veel studenten zijn die daar op afknakken. Maar misschien ja, zonder echt mensen natuurlijk een etiket willen plakken. Maar er is gebleken in het verleden dat er wel bepaalde groepen zijn
binnen de universiteit dan, wat dat soms wel een andere levenswijze was, als ik het zo mag uitdrukken. En dat ging dan voornamelijk over studenten die vanuit Spanje kwamen en hier, ja, en die hier ook niet zoveel les moesten volgen. En wat dat helemaal uit de hand aan het lopen was, omdat er dan, ja, anders zou ik niet durven zeggen natuurlijk, ik zou zelf geen groep willen benoemen of een etiket opplakken, maar wat er vanuit de universiteit op een bepaald moment een initiatief was genomen om naar die studenten specifiek dan toch wel duidelijk te zeggen van, ja, er zijn hier toch bepaalde regels die moeten gerespecteerd worden. Hebben jullie dat ook gevolgd, dat verhaal? Nee, maar ik ben zelf op Erasmus geweest naar het buitenland en kan dan wel uit ervaring spreken dat het inderdaad een heel aangepaste manier van lesvolgen is ook. Je moet minder vakken volgen meestal. Je krijgt wel de stempel ook van Erasmus-studenten, dus ze zijn wel lakser voor u, de prof of zo. En ik denk dat het dan een beetje is van... vanuit de universiteit of de opleiding moet dan toch iets harder aan de teugels getrokken worden, zodat de studenten beseffen van oké, ik ben hier wel nog altijd om ook te studeren en niet alleen om te feesten en de bloemetjes buiten te zetten. Ik denk dat we bij zo'n kotmadam systeem zeer hard moeten opletten dat dat niet een verplichting wordt van de ouders. Dat de student niet betutteld wordt van ga maar bij een kotmadam, dan heb je nog wat controle via misschien ook contact met de kotmadam en de ouders. Dat er zo wat, ja, geen privacy meer is voor de student. Ik vind dat vrij beangstigend. Ik zou dat niet graag hebben dat mijn ouders alles weten wat ik hier doe in Gent. Dus allee, ik denk dat we daar vrij voorzichtig mee moeten zijn dat dat niet gebeurt terug. Ja, de student moet inderdaad vrij zijn, maar... Ja, hoe kijkt die student van buiten Gent eigenlijk naar Gent? Dat wil ik toch nog eens afsluitend vragen. Gent is populair. Veel komen dan naar Gent studeren, blijven hier ook hangen. Ten helft van dat stadsbestuur en college zijn eigenlijk West-Vlamingen. En dat hoort zich nog elke dag. Als ze het woord nemen, hoe zegt u? Ja, kijk, maar dat is, er zit er nog iemand die de juiste stad gevonden heeft. Maar ja, dat blijkt dan toch dat Gent heel populair is om te blijven. Hè? Of ze vinden hier lief en ze verhuizen erin. Hoe moeten we ons daarbij voorstellen? Wat is nu zo specifiek aan Gent om te zeggen, ja, eigenlijk heb ik mijn vertrouwde omgeving van thuis en ik blijf hier toch niet alleen om te studeren, maar ik wil hier gewoon blijven, dat is mijn stad geworden. Wat is kenmerkend daarvoor? Bijvoorbeeld mijn broer is net ook verhuisd naar Gent nadat hij hier ook 5 jaar gestudeerd heeft. En ik denk gewoon dat het een zeer mooie stad is. Hij woont achter het Gravensteen, wat al een prachtig uitzicht is. Gewoon het Gravensteen, wat heel mooi is. Maar ook gewoon, het is een heel levendige stad. Er is altijd iets te doen s'avonds. Er is veel variëteit, veel verschillende culturen. Ik kom zelf van een heel klein dorpje, Wervik, in West-Vlaanderen. Er is daar niks te doen. Het zijn allemaal blanke mannen. Ik vind het... Ja, echt zo'n typische boerendorpje en ik denk dat er veel vlucht is vanuit de boerendorpjes naar Gent. Ja, ik denk dat het echt een principe is van studeren en blijven plakken. Ik denk, Gent heeft de charme van een vrij grote stad te zijn, zeker hier in België, maar toch een soort van dorpsmentaliteit en te hebben als in van, ja, als ik net van het ene station naar het andere station moet lopen, dan ben ik daar op een half uurtje en alleen alles is heel dichtbij, er is zo'n groot aanbod. Je hebt hier het moderne stadsleven, maar dan ook echt de cultuur, het Gravensteen, het middeleeuws kasteel in het midden van de stad. Welke andere stad kan dat zo mooi zeggen? Ik denk, ja, dat het die charme is dat Gent uitstraalt, dat heel uniek is ten opzichte van andere steden. Bijvoorbeeld, ik ben net verhuisd naar Brussel eigenlijk. Ik ben iemand die echt nog van de grootstad houdt en van verdwalen in een stad en pas 3 uur later terug een plek vinden die je herkent. Ik denk, ja, Gent, zeker voor mensen die dan uit de kleinere dorpen komen, heeft Gent al de charme van een echte grootstad en toch nog altijd zo heel bekend zijn? Ja, de charme van een dorp en toch uiteraard accommodatie en alle voorzieningen van een grootstad. Voelen wij een beetje een limiet van dat succesverhaal of is dat te ver? Ik vind dat moeilijk om te zeggen, omdat het is niet enkel het aantal studenten die toenemen in Gent. Het zijn ook de Gentenaars zelf die toenemen, meer migratie naar Gent.
Dus ik denk dat je dat niet echt kunt afmaken naar één groep. Plus ik vind ook, ja, Gent is populair. Ik denk dat we dat met beide handen moeten grijpen. Want studenten die in Gent komen studeren, zijn vaak, eindigen als hoogopgeleide Gentenaren, brengen wel degelijk heel wat op voor deze stad. Als je bekijkt hoeveel restaurants, hoeveel horeca, hoeveel mensen dat er verhuren aan studenten, welke de economische impact van studenten voor je stad, dat is enorm. Gent in de jaren 80 of Gent nu is een heel groot verschil. En ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met het feit dat je ieder jaar opnieuw jonge mensen hebt die in Gent komen, die hier vaak blijven plakken, maar die hier dan ook voor ondernemingen beginnen te werken, maar die ook vaak eigen ondernemingen starten, neemt dat weg uit Gent. En dan vrees ik dat Gent eigenlijk Gent niet meer is. Dus de universiteit en de hogescholen zijn zodanig vervlochten met het Gentse. Zijn 75.000 studenten te veel? Ik heb de indruk dat dat nog altijd gaat. Er is natuurlijk een impact. Die impact kan je niet ontkennen. Die is zoals dat is. Ik denk dat het ook aan het stadsbestuur is om in te schatten op welke thema's dat je inzet om te maken eigenlijk dat iedereen een goede balans kan samenleven met elkaar. Er zijn issues in, maar we proberen ze wel aan te pakken. U bent als studentenambtenaar uiteraard ook co-between tussen de studentenwereld en de overheid die soms met bepaalde klachten of met aandachtspunten zit. Het staat buiten kijf dat Gent natuurlijk ook een jong imago heeft en heeft niks alleen met leeftijd te maken, maar met activiteiten heeft dat creativiteit. Als je tussen Pietersnieuwstraat voorbij loopt en je ziet al die jonge mensen, vleugt dat natuurlijk enorm je stad op. Overpoort is dan een ander iets, want dat wordt dan afgezet omdat het anders niet meer haalbaar is. Maar als je zegt van, wat zijn eigenlijk de limieten waar we moeten voor opletten dat we kunnen tegenbotsen? Want neem aan dat u af en toe al eens rond tafel moet zitten om... De limieten heeft te maken onder andere met dat samenleven, gewoon puur respect voor elkaar. Dat is niet altijd evident. Een student van 18 jaar, zijn eerste jaar in Gent, ontdekt de wereld, staat er niet altijd stil bij dat hij niet alleen in Gent is, maar dat er hier nog mensen wonen. Dan denk ik, is het de taak van Stad Gent, maar ook van hoger onderwijsinstellingen. En ik denk even van studentenvertegenwoordigers om aan te geven van, kijk, je woont hier samen met mensen, houd daar ook rekening mee. Hoe langer dat de student in het Gentse zit, hoe meer dat ook verandert, dat levensritme. Ik denk dan vooral met de eerstejaars, als we die mee hebben, van oké, je bent hier niet alleen, hou respect voor elkaar. Dus een van de limieten heeft te maken met dat samenleven en overlast die daarmee kan gepaard gaan. En een andere limiet blijft dat betaalbaar wonen. Niet enkel voor studenten, maar ook voor andere Gentenaars. Zoals we al zeiden, het samenwonen. Wij zitten met een huurmarkt in Gent die onder druk staat. En dat heeft mede te maken met studenten die op die markt zitten voor jonge gezinnen. Maar dat zijn evengoed pas afgestudeerden die dan plotseling aan de andere kant komen te staan. Die ook moeite hebben om iets betaalbaars te vinden. Er zijn dan aspecten zoals Airbnb die ook meer en meer ophangen. Dat zit allemaal op diezelfde markt. Dus er moet wel, die woonmarkt moet serieus onder de loep genomen worden om te maken dat iedereen wel iets betaalbaar kan blijven huren en kopen in het Gentse. Dus ik denk dat dat de twee belangrijkste aspecten is waarop we moeten werken, is enerzijds de woonmarkt en anderzijds gewoon samenleven. Respect voor elkaar, elkaar daarna spreken als buren ook. Of je nu Gentenaar bent en nieuwsgierig bent naar de studenten die naast je wonen of omgekeerd als student, de moeite doen ook een keer aanbellen bij je buren om kennis te maken. Gewoon puur dat klein iets kan al voor een veel betere verstandhouding zorgen. Ja, het is aan de ene kant natuurlijk aandachtspunten. Hè. We hebben het gehad over overlast, maar het is niet allemaal kommer en kwel. Integendeel, we lezen ook uit de enquête dat er heel veel engagement is van de studenten. En dat die ook heel veel zich in jeugdbeweging engageren en andere initiatieven. Dat betekent ook een potentieel eigenlijk voor vrijwilligerswerk. En als je dan aan de ene kant mogelijke limieten hebt omwille van overlast of fricties met andere bewoners, zou je aan de andere kant ook wel
heel wat, ja, wat samenwerking kunnen zijn. Voelt u dat ook aan, dat er langs de andere kant een appreciatie kan komen van Gent en ze zeggen, ah, die studenten, voor een goed doel, voor iets in de wijk, zetten ze zich in? Zijn dat signaal die je ook krijgt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat een zeer positieve wisselwerking zou kunnen zijn. Ik denk dat dat nog veel verder moet uitgebouwd worden. En weer het communicatieaspect naar de studenten. Ik denk dat het zeer moeilijk is om te communiceren naar studenten. Dat ondervinden wij zelf ook binnen Gent Studentenraad. Als wij dingen doen, hoe contacteer je een student? Hoe zorg je dat alle studenten dat weten, daarvan op de hoogte zijn? Dus ik denk dat dat een zeer belangrijk aspect is. En dus als er zo'n dingen op poten gesteld worden, wat dat zeer positief zou zijn, dat dat het moeilijkste aspect zou zijn om die communicatie met studenten te verbeteren. Ik denk dat dat het grootste pijnpunt eigenlijk is. Want er zijn veel initiatieven in de stad om buren bij elkaar te brengen. Men kan daar ook subsidies voor krijgen als men een brunch organiseert, als men een nieuwjaarsreceptie organiseert. Maar het zou een idee kunnen zijn om te zeggen van wij doen iets in de wijk met de studenten samen en de studenten participeren, doen daar ook iets voor. Is dat een van de dingen die jullie willen aangrijpen met zo'n forum, met een contact met de stad? Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Ik denk dat wij wel een speelvier kunnen zijn door het contact via Stad Gent, via ons te laten verlopen. Maar wij hebben daar zelf ook problemen mee om de studenten te bereiken, net zoals Stad Gent dat heeft. Maar er is wel eens... Te veel informatie. Dus ook UrGent heeft daar een heel belangrijke taak. Ja. U heeft de radio, u heeft uw magazine. Ja, inderdaad. Maar zelfs wij als radio zijn eigenlijk niet heel bekend onder de studenten. Ik denk, als ik studenten ontmoet en ik zeg zo, ah ja, ik doe vrijwilligerswerk bij Radio UrGent, dan weten zij eigenlijk niet wat UrGent is. Maar ik denk inderdaad, het is heel moeilijk om de studenten te bereiken. Waarom ook? Je zit bij een heel gevarieerd publiek. Ik denk maar aan mensen die in een studentenvereniging zitten, hebben een heel andere mentaliteit dan mensen die bijvoorbeeld politiek actief zijn enzovoort, zeg maar. Ik denk dat dat een heel moeilijke taak ook is om alle studenten te bereiken en te zeggen van hey, dit is er, wij kunnen jou dit aanbieden, wat kunnen jullie ons aanbieden? Hetzelfde ook met de wijk. Dat zijn twee verschillende ritmes. De studenten zijn er in de week vooral aanwezig en die hebben ook vrije tijd in de week eigenlijk. En in het weekend gaan ze naar huis, terwijl net dan de wijk vrij heeft. Dus dat zijn dingen die heel moeilijke uitdagingen zijn, maar het zijn net ook leuke uitdagingen omdat ze je ergens mee bezighouden. Ik denk dat daar veel meer potentieel is door bijvoorbeeld ook net die platformen echt te steunen. Ik denk maar aan het schappen, ik denk maar aan UrGent om voor mijn eigen kerk te preken. Ik denk dat het idee is om echt zo die platformen aan te geven bij de student en dat de student dan kan kiezen van oké, ik ga voor dat platform kiezen, ik ga daar bewust naar luisteren, wat kunnen zij aan mij geven wat er allemaal aangeboden wordt in Gent. Ja, zo, ik snap het eigenlijk niet goed, want we hebben natuurlijk enerzijds sociale media, hè, maar aan de andere kant heb je natuurlijk de onderwijsinstellingen die eigenlijk naar alle studenten die dan toch gekend zijn, een nieuwsflash zouden kunnen sturen om te zeggen van kijk, wij doen een oproep, we willen in de Gentse wijken bijvoorbeeld iets organiseren om het contact met de buurt te verbeteren. Wie doet mee? Die adressen zijn er toch, die e-mailadressen zijn er toch. Is dat ooit al gevraagd? Wil men dat niet doen? Kan dat niet? Ik denk dat mijn inbox momenteel super vol zit van mails van de universiteit, van vormingen die ze doen, dingen die ze doen. Dus ik denk dat een student zeer veel informatie krijgt. Ik denk dat dat het grootste probleem is, dat er te veel informatie op. Voornamelijk eerstejaarsstudenten, die worden hier... komen binnen in de stad Gent, die krijgen brochures van een kring, van de faculteit, van de Gent Studentenraad, van... superveel informatie en dan verliezen ze wat het pad van wat willen ze nu doen. Ik denk dat dat een groot probleem is. Ik denk dat er in Gent zeer veel geëngageerde studenten zijn die zeer veel willen doen, maar ik denk dat er ook nog een heel grote groep is die we niet mogen vergeten, die absoluut niks doet, die nergens geëngageerd is, die gewoon studeert, die het moeilijk heeft om te studeren, die dan ook nog eens werkt. En ik denk dat dat de moeilijkste groep is om te bereiken en ik denk dat die groep ook groter is dan dat wij denken. Ik denk dat er zeer veel studenten zijn in Gent die effectief eenzaam zijn, die gewoon op hun kot zitten, een zeer grote werklast hebben, studielast, die bang zijn om te falen,
faalangst hebben die we ook niet kunnen bereiken, die zeer moeilijk zijn om te bereiken. Ik denk dat Stad Gent daar met Warme Steden nu goed bezig is om die mensen te proberen te bereiken. Maar ik denk dat we die mensen zeker niet mogen vergeten als we iets doen. Omdat die zeer moeilijk te bereiken zijn gewoon. Ja, ik hoor dat de Warme Steden zijn. Ja, Gent is een warme stad en wat gaan we nog extra kunnen doen om het nog warmer te maken? De bedoeling is eigenlijk dat Stad Gent samen met de hoger onderwijsinstelling, maar dat is ook met andere spelers, inzet in een overkophuis. De bedoeling is dat dat eigenlijk een huis is waar dat jongeren, dus niet enkel studenten, het is de doelgroep tot 24, dacht ik, welkom kan zijn om te babbelen over eventuele psychische problemen. De bedoeling is dat het heel laagdrempelig is, dat ze gewoon kunnen binnenlopen, maar dat er bijvoorbeeld een student, een psycholoog aanwezig is, dat er iemand aanwezig is van CAW, dus dat er verschillende experts aanwezig zijn in het huis waar dan ze kunnen aankloppen. Maar evengoed is de bedoeling dat er een platform wordt gecreëerd online, waar dat studenten elkaar online kunnen vinden om bijvoorbeeld samen te gaan lopen, samen naar de cinema te gaan en zo verder. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van het project van Warme Steden. Wij hebben nu bijvoorbeeld ook nu komende woensdag een infoavond voor studentenvereniging. De bedoeling is dat wij daar wat tools en vaardigheden kunnen meegeven met de studenten. Een van de workshops die aangeboden wordt door de Stad Gent in samenwerking met de universiteit gaat ook over hoe kan je als studentenvereniging eigenlijk als nulde lijn optreden. Omdat psychisch welzijn is zo'n groot taboe, niet enkel onder studenten, onder iedere Vlaming. Is babbelen over depressie, burn-out, faalangst niet zo evident toegeven dat je daarmee worstelt. Wij willen eigenlijk kijken met studentenverenigingen, hoe kunnen jullie signalen opvangen? Hoe kunnen jullie dat taboe doorbreken? Hoe ga je daarmee om? En hoe kan je die studenten effectief doorverwijzen naar een eerste lijn? Dus wij proberen ook via die manier, aangezien wij hebben bijna 150 studentenverenigingen in Trentse, die spelen eigenlijk een vrij grote rol in het sociaal leven van toch een deel van de studenten van ons. Dus ook zij, ik moet zeggen, strijden mee met ons om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt in zijn vel. En we willen ook die rol geven als studentenverenigingen van kijk, werk daar al mee samen met ons, omdat zij ook weten dat dat iets is die leeft onder studenten, is worstelen met zichzelf, met de studies en zo verder. Maar van daar te durven over spreken, meer dan dat wij bijvoorbeeld 20 jaar zouden doen, dat was dan nog meer een taboe dan dat het nu is. Dus de bedoeling is eigenlijk om dat bespreekbaar te kunnen maken. Ook studenten onder elkaar, denk ik dat dat heel belangrijk is. Ja, u spreekt over het verleden, er is inderdaad veel veranderd. Kwestie van dat bespreekbaar te maken, dat is ook zeer positief dat het bespreekbaar wordt. Maar anderzijds zijn er toch ook positieve evoluties, dacht ik. Samen studeren bijvoorbeeld, ja, vroeger kennen we dat niet, dan zat inderdaad iedereen op zijn kot. Of hoogstens samen met een paar vrienden op één locatie. Maar nu zijn er toch heel wat initiatieven dat men samen kan blokken. Is dat nog onvoldoende qua locaties? Want dat bleek ook een beetje uit die enquête. Ja, ik denk dat dat momenteel ook wel een groot probleem is. Dat we ook samen met de Stad Gent aan het kijken zijn, dan ook samen met de universiteit. Dat er effectief wel een tekort is aan plaatsen. Voornamelijk in ja, dan de periodes dat het echt super druk is. Gewoon ja, de mei- en juni-periode, dat echt gewoon te weinig plaats is. Het is ook moeilijk om infrastructuur te maken, om dan maar 2 maanden per jaar die infrastructuur te gebruiken. Dus ik denk dat dat ook een zeer moeilijk punt is gewoon om op te lossen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook het probleem met de openingsuren, zoals we al aangehaald hebben. Studenten hebben een heel raar ritme. Die studeren soms, die beginnen soms maar te studeren om 2 uur 's nachts en zo van dat soort zaken. En het is moeilijk om dan voor die mensen ook een plaatsje te vinden waar ze gemeenschappelijk kunnen studeren. In de enquête werd ook gepleit om een 24 uur open bib te maken in de Stad Gent, wat natuurlijk denk ik een beetje onbetaalbaar is. Maar we moeten daar effectief wel over nadenken van hoe we dat kunnen oplossen in de toekomst. Want die vraag zal enkel maar stijgen, aangezien het studentenaantal ook enkel maar toeneemt. Maar het is ook gebleken dat mensen die dan ja, onder stress komen, als je alleen op je kot zit, dan ga je daar veel moeilijker mee om dan dat je dan in groep is. Ja, dat is toch heeft eigenlijk een investering die toch wel loont, had ik begrepen. Hè? Ja, ik denk dat de rage om samen te studeren nu ongeveer 5 jaar echt aan het boomen is, zeg maar. Ik denk ja, vooral ten eerste, je hebt de sociale druk van elkaar om te blijven studeren. En dan ook, als je dan eens beu bent om te studeren, zeg je tegen je buur van,
kom, we gaan eens naar buiten, we gaan iets gaan drinken, we gaan een babbelje doen. En dan kun je dat even loslaten, terwijl als je je alleen opsluit op je kot, ja, dan heb je niemand om eens tegen te zeggen van oké, het moet er even allemaal uit. En je kan dat wel via Facebook misschien iemand aanspreken, maar dat is toch niet hetzelfde dan het gewoon echt is uit je systeem te werken. En ik denk dat dat net zo populair maakt, het samen studeren. Je kiest een beetje van oké, nu wil ik studeren en nu ga ik gewoon even gaan praten met vrienden en je kan het samen doen. Ja, ik denk dat we nu moeten zoals gebruikelijk overgaan naar het publiek die niet zo talrijk is vandaag, maar dat maakt niet uit. Zijn er vragen vanuit het publiek? Ik zie een aantal mensen die toch wel heel dicht bij de studentenwereld staan. Dus als jullie een specifieke vraag hebben of iets willen delen met ons, graag. Voilà, de micro is ter beschikking. Mijn excuses. Ja, goedemiddag. Ik ben heel benieuwd om een keer die enquête in te kijken. Ik ben heel interessant. Wat mij ook met name vooral afvraagt is of jullie echt gepeild hebben naar het engagement van studenten. En in welke zin? Het is iets dat wij bij huisvesten ongeveer 1000 studenten hier in Gent, met een kot, dat wij zien dat er wel degelijk een engagement is, maar dat het uiteindelijk toch heel moeilijk is inderdaad om te mobiliseren. Die bereikbaarheid is niet evident. Ik denk dat wij er wel redelijk goed in slagen om onze studenten heel makkelijk te bereiken. Maar toch, wat ik verder nog als bemerking had, als het gaat over samenleving in de stad, er is toch voor mij echt wel een probleem van stigmatisering. Van beide groepen eigenlijk. Zowel de Gentenaar die de student stigmatiseert. Dat merken wij heel goed als wij een bouwaanvraag doen voor een nieuw project. Dan is het kot vaak het andere kot dan te klein. En omgekeerd dat de student op zijn beurt ook weinig begrip opbrengt voor die buur. Maar ik denk dat de oplossing absoluut ligt in de studentencode zelf eigenlijk, in het beheer daarvan. Als wij bijvoorbeeld een nieuw gebouw openen, gaan wij altijd een buurtfeestontmoeting organiseren. Waarbij dat studenten de buurt uitnodigen om hun kot te laten zien. En eigenlijk dat kleine gebaar, dat maakt dat de mensen elkaar gewoon kennen. En waardoor dat gewoon wederzijds begrip is, op zijn minst. En ik denk dat daar vanuit stad ook zwaar moet op ingezet worden dat samenleven dat nog beter moet kunnen. Dat er meer overleg daar moet komen zijn. En ik zou vanuit de stad veel meer, als er vergunningen uitgereikt worden voor nieuwe studentenhuisvesting, daar veel dwingender in zijn dat er bewezen beheer moet zijn. Want het is te gek voor woorden dat er gebouwen zijn met 50-100 studenten waar gewoon niks 0,0 van beheer is. Maar dat geldt eigenlijk voor ieder studentenkot. Een doorsnee kotbaas, het zal een zorg wezen of wat die student daar s'nachts loopt te brouwen en lawaai te maken. Dus ik vind dat echt wel dat er nog wel wat sensibilisering nodig is. Misschien, ja, neem aan dat de studentenambten daarvoor op antwoorden, maar misschien heel concreet nog, u zegt van het beheer, wat houdt dat dan in? Want bijvoorbeeld als u zegt van een andere student, een baas zal zich zorg wezen dat er daar iemand s'nachts staat te brullen, wat gebeurt er dan in zo'n beheerde studenten? Wij gaan daar eigenlijk wel zeer proactief mee om. Dus in het begin van het academiejaar houden wij kotvergaderingen. Dus we hebben in ieder gebouw heel veel gemeenschappelijke ruimtes waar wij kleine groepjes studenten op samenleven. Dus dat zijn groepjes van 8 à 10 mensen. En dat zijn eigenlijk allemaal subgroepen in een groter gebouw.
En daar gaan we echt wel intensief mee aan de slag in het begin van het academiejaar. En een van de punten die daar besproken wordt, naast het aantal praktische zaken die over die gebouwen specifiek zijn, is effectief de buurt en de stad waarin je leeft. En waar wij vragen van, hou rekening mee, je woont hier in een buurt, als je uitgaat, geen probleem, doe zoveel als je wil, maar houd leefbaar voor de buren. En dan, ja, als voorbeeld geven wij dan, stel je voor dat jij in je examens zit en dat er hier een optocht van de buren is in de gang, en dat ze hier heel de nacht rondlopen, je zou het waarschijnlijk ook niet appreciëren. En goed, en we herhalen dat ook. Dat is niet voldoende om dat één keer te doen. We gaan dat bij gelegenheid wel regelmatig herhalen. Dus een voorbeeld van beheer, ook naar bijvoorbeeld fietsen. Je moet voldoende fietsstalling voorzien, zodat ze niet op een trottoir staan. En als er een op het trottoir staat, ja, dan pakken wij gewoon een tang en is hij weg. Dus dat, in heel veel academia gebeurt dat 2-3 keer. En dan is dat gewoon, gaat als een lopend vuurtje door het gebouw. Oei, mocht die verloren niet laten staan, en dan is dat opgelost en daar staat er geen verloren meer. Dus het is eigenlijk gewoon optreden, proactief zijn, maar ook niet betuttelen uiteraard. Het zijn jong volwassenen. Ik heb de interview waar je naar verwijst, ik was daarbij. Wij hadden de kot meneer van vroeger en dan heb je de studentencoach van ons geïnterviewd, Dorothee. Ik was bij de interview. Ja, het is natuurlijk een heel andere aanpak. De kot meneer, dat was iemand van, ik weet niet, was het 76 jaar of zo. Die heeft daar een andere kijk op dan wij. Waar dat iemand is van 32 jaar, die psychologie gestudeerd heeft, maar die natuurlijk, ja, 250 studenten coacht, een veel grotere groep waar nog wel iets anders georganiseerd worden. Ja, misschien wat reacties. Misschien beginnen met Anneke. Het wordt hier gezegd oldschool, kotbaas, zoals daar vernoemd, met heel strenge regels van iemand douchen na een bepaald uur enzovoort, dat is erover. Maar bij vergunningen zou er toch een zekere omkadering moeten voorzien zijn. Dus ook fietsinfrastructuur enzovoort. Gebeurt dit nu totaal niet bij vergunning? Ik moet toegeven dat ik niet expert ben in studentenhuisvesting. Ik weet wel dat wij ook achter de schermen bezig zijn om wel degelijk studentenhuizen met een bepaald aantal kamers, dat wij willen kijken samen met de hoger onderwijsinstelling dat er effectief beheer is. Omdat wij merken na al die jaren dat dat verschil is tussen een buurt leefbaar kunnen houden voor de mensen en een buurt die onleefbaar wordt. Omdat studenten inderdaad, sommigen denken dat ze alleen in Gent wonen en geen rekening houden met de buur. Nu, via de stad proberen we natuurlijk op andere manieren daar ook aandacht aan te schenken. Dit jaar hebben wij ook de tweede editie van Game of Genteniers. Vorig jaar was dat tussen coupure links en coupure rechts. En is het eigenlijk de bedoeling om de sociale cohesie tussen studenten en bewoners te versterken. Dit jaar doen we dat opnieuw, is dat tussen stationsbuurt Zuid en Noord. Het zijn ook twee studentenbuurten waar dat wij door twee uitdagingen proberen bewoners en studenten samen te brengen gewoon om elkaar te leren kennen. Omdat we denken dat dat effectief verschil is tussen van oh, ik ben hier alleen op de wereld en ik doe alleen maar mijn zin. Of ik maak kennis met mijn buren, dat zijn mensen zoals u en ik. En ik hou rekening met het feit dat ze bijvoorbeeld twee kindjes hebben die vroeg in bed moeten. En dat zij bijvoorbeeld rekening houden met mij in de blok. Als ik er iets nodig heb, dat je bij elkaar terecht kunt. We zijn geen aliens, we zijn allemaal mensen onder elkaar. Maar je merkt wel inderdaad, bijvoorbeeld op Student Kick-off hebben wij daar gestaan om Game of Genteniers ook te promoten. Dat vooral ook bij de eerstejaars, er komt zodanig veel op en af dat de buur niet altijd de eerste zorg is waar ze mee bezig zijn. Nee, voor de eerste keer naar de les, voor de eerste keer Gent ontdekken. Dus dat je soms, spijt genoeg, die jonge mensen ook wat tijd moet geven vooraleer dan ze hun weg vinden in het Gentse en dan ze beseffen dat ze deel maken van hun buurt. En hoe meer studenten dat er in een buurt wonen, hoe meer dan ze in een typische studentenbuurt zitten, hoe meer dan ze denken dat ze zich eigenlijk meer kunnen permitteren. Terwijl dat dan vaak aan ons is. Ik heb ook collega's studentenpreventiecoach die gaat bemiddelen tussen studenten en buren. Indien dat er problemen zijn, dat je echt, ja, met een kort gesprek Hans hun zienswijze kunt doen veranderen. Maar dat ze dat gesprek soms ook vaak nodig hebben om tot dat inzicht te komen. En vaak zijn dat niet meer dan 2-3 zinnen die we zeggen tegen jouw haast, vooral als ze zeggen van ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. En die doen dat niet met opzet. Dat maakt gewoon deel uit van het volwassen worden, denk ik dan.
Iedereen onder ons is hier ook jong geweest en heeft wellicht ook wel de bloemetjes ooit buiten gezet als jongere. Ja, en zeker als er dan een keer wat alcohol aan te pas komt, van er bepaalde remming nog meer weg. Maar als je dat studenten nuchter over kunt aanspreken, die kunnen daar alleen. Die zijn zeker bereid om rekening te houden met de Gentenaars, dat is het probleem niet. Want die moeten vaak eens een keer met kop tegen de muur stoten vooral je dat besef er komt. Dus het is maar vallen en opstaan. Dat is eigenlijk leert als ze mee deel uitmaken van Gent, als je niet enkel een toevallige passant zijn, maar dat wij ze echt wel beschouwen als iemand die deel uitmaakt van hen. Ja, Zoe, u had er net een pleidooi voor de studenten homes. Je wordt gevraagd door een zekere vorm van beheer. Hoe gebeurt dat in de studentenhome de dag van vandaag? Er is beheer vanuit de universiteit zelf in de studentenhome, maar je hebt bijvoorbeeld per home is er ook een kring. Dus ieder home heeft een kring, zo met een presidium enzovoort. En die organiseren ook dingen in samenwerking met de buurt. Dus bijvoorbeeld Home Boudewijn geeft dan een feestje en de buurtbewoners zijn dan uitgenodigd op dat feestje om zo wat kennis te maken met de buurt. En ook een soort van dankjewel te zeggen dat we ze daar mogen wonen en dat ze ook wel beseffen dat ze soms wel overlast veroorzaken. Ik denk dat het ook wel zeer belangrijk is dat de universiteit zich daar ook mee op inzet om zo'n ding te organiseren. Want ze zijn ook van plan om meer homes aan te maken omdat er meer vraag is. En dat dat ook wel door sommige buurtbewoners als negatief wordt aanzien dat er een nieuwe home komt. Dat het wel belangrijk is dat we daarop inzetten dat dan een positieve sfeer creëert een home en geen overlast noodzakelijk. En een pleidooi om de private macht, om daar toch ook te voorzien bij vergunning, dat daar toch een zekere vorm van beheer komt. Dat het niet louter een investering is van, ze trekken een plan maar als ik de centen maar krijg. Pleit u daar ook voor? Ja, ik vind dat zeker zeer belangrijk, maar u vroeg zelf ook al van hoeveel studenten zijn er nu effectief geëngageerd. Dat is ook gepeild geweest in de enquête en dat waren 2/3 van de studenten die effectief geëngageerd is, wat dat op zich wel veel is, maar dan moet je ook wel beseffen dat 1/3 totaal niet geëngageerd is. Dus die 1/3 is super moeilijk te bereiken, want die kan je niet bereiken via een kring of via een studentenraad of via Schamper ofzo. Die zijn echt geïsoleerd, semi, want die zijn niet geëngageerd in niks. Dus ik denk dat dat het moeilijkste is en dat die vaak ook op zo'n privékot zitten. Die zijn dan geïsoleerd, die komen niet buiten om geëngageerd te doen. Dus het is moeilijk te bereiken. Ik denk dat het moeilijkste pijnpunt is en die soms dan ook wel voor overlast zorgen. Ja, Dario, je zei daarnet van die kot meneer, het wordt net old school genoemd met zijn regels, daar zou ik zelf niet voor intekenen. Maar zo een vorm van beheer, minimumkader, pleit u daar ook voor? Of zegt u nee, dat is een ingrijpen op de vrijheid totaal? Nee, ik vind zeker dat moet kunnen. Ik heb zelf ook op een home gezeten eigenlijk 2 jaar. En daar zijn ook wel bepaalde regels. Nu, je mag douchen wanneer je wil en je mag het licht aansteken wanneer je wil. Maar bijvoorbeeld als je geluidsoverlast voor je buur als student dan ook nog zorgt, dan kan je gewoon naar de permanentie bellen en vragen om in te grijpen. Natuurlijk, doe eens vriendelijk en ga zelf eerst eens gaan kloppen. Als het dan erover gaat, dan kan je echt ingrijpen en er andere instanties bij halen. Maar ik vind zeker dat een kader mag en zelfs moet eigenlijk. Maar de student moet ook de kans gegeven worden om te groeien daarin. En zoals Anneke zei, om eens met uw kop keihard tegen de muur aan te lopen. Ja, dat kan zeer doen. Hè. Zijn er nog vragen uit de zaal? Ik zie daar achteraan. Ja, de micro is ook ons. Ja, goedemiddag. Ik had eigenlijk 2 vragen. In eerste instantie had ik gegeven deze morgen dus dat de studenten eigenlijk naar betaalbare culturele evenementen zoeken. Ik kom regelmatig in culturele centrums terecht. En daar is inderdaad ook bevestigd dat er daar eigenlijk weinig studenten terechtkomen. Maar mijn vraag was, weten de studenten dat er via de uitpas ook een mogelijkheid is om betaalbaar naar culturele evenementen te kunnen gaan? Ja. En een tweede vraag, en dat is een beetje een hot item deze week geweest, rond die schandalige reclamecampagne in Brussel en Sugar Daddies. Is dat iets dat in Gent leeft bij de studenten? Weten jullie daar iets rond te vertellen? Zijn er Sugar Daddies in Gent?
Urgent. Ik heb hier weet twee dat? Vragen gehoord. Hè. Ja, de eerste vraag. Het is heel moeilijk om studenten zomaar te bereiken en ook vanuit cultuur te bereiken. Daarnaast denk ik ook dat studenten soms een beetje een speciaal perceptie hebben van cultuur. Zoals Anneke ook aangaf, het ging over bioscoopbezoeken. En uiteraard, bioscoopbezoeken is ook een deel van cultuur, maar cultuur is veel breder. En ik denk dat studenten daar dan misschien een beetje een beperkte visie hebben van wat is cultuur en hoeveel wil ik betalen voor cultuur. Van de sugar daddies, ik heb er zelf geen, maar ik had denk ik vorig jaar denk ik in Schamper gelezen dat er wel degelijk studenten zijn die zich op een of andere manier ja, prostitueren, om het zo maar te zeggen. Maar dat het dan wel echt effectief gaat, niet om financiële redenen van ik moet op het einde van de maand zoveel kunnen betalen, maar dat het dan wel effectief om dat beetje extra gaat. Ja, ik sluit me daar effectief bij aan. Ik denk niet dat er, ik hoop alleszins toch niet dat er in Gent zo'n zaken gebeuren. In verband met de uitpas, ik denk dat er effectief een gebrek is aan, alleen geen gebrek aan communicatie, maar weer een overvloed aan communicatie naar de student, waardoor de student de juiste weg niet vindt naar die uitpas. En effectief ook van studenten, er is zo'n groot aanbod, ze weten dan niet wat ze willen doen. En ik denk dat dat weer het grootste probleem is van de student, dat er een betere en correctere communicatie moet volgen naar de student. En dat dan effectief het probleem wel zal opgelost zijn. Ik denk niet dat er een gebrek is aan culturele zaken voor een student. Bijvoorbeeld met Gent Studentenraad hebben wij ook cultuur. Wij geven dus goedkope tickets voor studenten. Bijvoorbeeld voor 3 euro kunt je naar een toneelvoorstelling gaan, voor 5 euro kunt je naar de opera gaan. Waarbij de Gent Studentenraad dan de rest van de tickets bijlegt en we verkopen dan zo die tickets. En dat is zeer populair, maar ook voor een heel beperkte kring van studenten. Er zijn niet zoveel studenten die dat kennen. En dat is ook weer het moeilijkste. Hoe maken we dat bekend aan alle studenten, zodat dat effectief een groot issue wordt? En ze komen dinsdag langs bij Sputnik eigenlijk, cultuur Gent. Mooi. Ja, en inderdaad, op onder andere student kick-off heb je wel een big shopper tas nodig om alle folders en flyers en brochures mee te nemen. Is het dan een idee om gerichter misschien bepaalde cultuurhuizen een keer specifiek voor studenten van een onderwijsinstelling open te stellen? Zou dat een idee zijn? Of is dat ooit geprobeerd om te zeggen van, zeg maar iets, De Vooruit of Democracy heeft op verschillende locaties optredens die zij doen. Er is nu ook aan de Zuid is er nu ook het initiatief. De Krook is er ook bijgekomen. Zou dat een idee zijn om te zeggen van verschillende locaties stellen in specifiek voor studenten de deuren open? Ik denk dat dat zeker een goed idee is. Dat bijvoorbeeld studenten bijvoorbeeld die dag van UGent gratis naar een optreden kunnen en dat dan volledig gefinancierd wordt door UGent bijvoorbeeld. Ik denk dat dat een manier is om heel veel nieuw volk te trekken en open te stellen voor cultuurhuizen en zo. Natuurlijk moeten studenten ook nog altijd bereid zijn en die informatie krijgen. En ik denk dat echt de communicatie, dat daar de grootste uitdaging zit. Hoe bereiken we elke student één voor één om zich te engageren, om naar cultuurhuizen te trekken, om na te denken over mobiliteit, om na te denken over andere onderwerpen. Ik denk dat echt die communicatie het moeilijkste en het gevaarlijkste is om uit te werken. Peter, er zijn in Mississippi heel wat gratis optredens hier te rapen. En dat is misschien een idee om eens de Mississippi open te stellen voor studenten. Ze zijn altijd, staat altijd open de deur, maar misschien moet je dat eens speciaal aankondigen. Wat is de volgende gratis optreden hier in Mississippi? Aanstaande woensdag is er een aanstaande woensdag is er al een nieuwe Electric Jam, gelijk elke maand. Eerste woensdag Electric Jam, derde woensdag Acoustic Jam. En wij hebben gemiddeld genomen tussen de 12 en de 15 maal per maand een evenement, een activiteit, zowel jams als optredens, waarvan hooguit 1, soms 2, waar we een beetje zenuwachtig voor waren. En al de rest is gratis.
moeten dringend op uw rent en de student bekend worden, Peter. Is dat een mogelijkheid, urgent, om te zeggen, ik geef nu dit voorbeeld omdat we hier nu zitten, maar dat je zegt van, wij nodigen een paar gasten uit regelmatig en die zeggen, deze week alle studenten welkom, want het is gratis, of er is een kleine bijdrage, of een studententarief. Kan je op die manier dingen promoten, omdat je zegt van, anders krijg je een tsunami van, de mailbox zit vol bij Zoe, of ze krijgen allemaal folders in de bus, of op student kick-off? Zeker, daar is het ideale programma is Sputnik, studentenmagazine, waar wij ook proberen om gasten uit te nodigen die vertellen wat er te doen is in Gent. Meestal overlopen wij ook elke dag de e-mail van Gratis in Gent, van hey mensen, als je vanavond of morgen iets wilt doen, daar is het te doen, want het is gratis. We proberen dat inderdaad wel. Het is natuurlijk interessanter om mensen uit te nodigen die er zelf vol begeestering over kunnen vertellen. Maar we proberen dat echt wel en mailtjes uitsturen van hey, ik heb gezien dat je een leuk initiatief hebt, kom eens langs. En als wij daar samen een datum voor kunnen plakken, dan is dat heel snel gedaan. Dus bij deze uitnodiging. Peter, je zit in de studio straks. De studio is in de Krook, dacht ik. Nou, ja. Ja, inderdaad. Wij zijn mee verhuisd en wij zitten op de kelderverdieping in de Krook. En in de fiets, aan de fietsenstalling kan je onze studio eigenlijk zien. Fantastisch, we komen allemaal kijken naar Peter in de studio. Ja. Zoe, gerichte reclame, kan dat? Ja, ik denk dat misschien dat we ook moeten overzicht creëren voor studenten. Bijvoorbeeld met de Gent Studentenraad hebben wij ook zo bijvoorbeeld de Durf Doen website gemaakt, waar dat als studenten iets willen doen, alle kringen vermeld zijn, alle studentenraden vermeld zijn. Alles wat een student kan doen in Gent stond op die website. Nu, een paar jaar geleden is die website dan ook wat outdated geworden en is er geen opvolging geworden. Maar dat was echt ook een concept onder studenten. Dat was redelijk goed bekend. Je hebt de Durf Doen website, als je iets wilt doen, surf daar een keer naar en je hebt direct een overzicht van wat er allemaal te doen is. Ik denk dat misschien zo'n oplossing ook wel handig kan zijn als er een site komt waar je dagelijks kunt zien, kijk, vanavond zijn er die voorstellingen, dat kost zoveel geld en dat er wat overzicht komt ook. En als dat effectief ook een concept wordt onder studenten, dat effectief ook bekend wordt, want de website alleen is nooit voldoende. Het moet echt een denkbeeld worden voor studenten en een naam is daar zeer belangrijk in, denk ik dan. Ja, het kunnen teasers zijn om mensen gericht even aan het woord te laten die vol begeestering kunnen spreken over wat er leeft in hun, in hun cultureel huis of in dergelijke etablissementen zoals hier. Maar Uiting Gent is natuurlijk de richtlijn die al bestaat om te zeggen van is er iets te doen dit weekend of deze avond. Dus dat is zeker iets wat al bestaat. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn vanuit het publiek. Een half en half vraag, doen we dat ook dan? Een half en half. Merci. Nee, ik vond het zeer inspirerend, maar ik heb zo'n klein beetje nog een hongergevoel, en iedereen waarschijnlijk momenteel, dat er veel aan de periferie blijft, maar ik zoek toch meer gericht intrinsiek naar de overgang secundair hoger onderwijs. En dan heb ik het over sociale vaardigheden. Dus er worden hier veel symptomen behandeld en doekjes tegen het bloeden. Maar ik zoek eigenlijk nog altijd naar een reële voorbereiding in het secundair onderwijs. Over onderwijs. En dan vrees ik ervoor dat daar de studenten of de universiteit of de hogeschool heel weinig kan doen, behalve een aanreiking geven aan het secundair onderwijs van hey, kom eens langs, eventueel zelfs verplichten voor het secundair onderwijs van kom eens langs, kom eens wat lessen volgen, kom eens kijken hoe het studentenleven eraan toe gaat. Uiteraard kan je niet als 18-jarige in een secundair onderwijs een grote momentopname krijgen van het studentenleven. Maar als je een paar aspecten benadrukt, denk ik wel dat daar mogelijkheden zitten. Maar ik denk niet dat het alleen bij de universiteit of de hogeschool te zoeken is, of bij Stad Gent bijvoorbeeld dan. Voor de eerdere oriëntatie bestaat er zoiets als het beroepenhuis, waar men eens kan proeven van
Wat betekent dat? Ik zou, als men jong is, heeft men bepaalde ideeën van dat zou ik later willen worden en men ervaart dat dan, enfin, beperkt, maar heb dat toch al een keer geproefd of getoetst wat het in de praktijk betekent. Is dat een idee om te zeggen van een dagje op de universiteit binnen het secundair onderwijs daar ja, verplicht inderdaad, zoals u zegt, even naartoe komen en kennis maken? Of, er wordt wel open lessen voorzien. Ja, er worden open lessen voorzien, meestal tijdens de vakanties, dus die zijn niet verplicht. Ja. Maar ik denk ook, dan zeker als het over sociale vaardigheden zijn, dat het zelfs meer moet zijn dan gewoon een les volgen. Dat je bijvoorbeeld een paar uurtjes gewoon even met een studentenvereniging praat. Dat je met alle mensen die aan bod komen in het leven van een student, dat je daar even, waarschijnlijk ook in kleine groepen best, mee kan praten. Want een open les is een momentenopname van één aspect van de universiteit of de hogeschool. Maar zeker als het dan gaat over sociale vaardigheden en communicatie, zijn het net die andere dingen die veel belangrijker zijn om aan de secundaire studenten mee te geven. Dus ik denk dat er gewoon, in een ideaal wereld dan een soort van dag zou moeten komen waarop iedereen kan kennismaken met alle aspecten van het studentenleven. Maar dat is denk ik ook een heel moeilijke uitdaging om zomaar te kunnen organiseren. Zo, u studeert geneeskunde. Zou dat een idee geweest zijn om secundair onderwijs te zeggen van we gaan nu eens op bezoek naar een wijkgezondheidscentrum? Want als je het idee hebt om te studeren, dan maak je dat een keer in de praktijk met de mensen die bijvoorbeeld financieel ook moeilijk hebben in een wijkgezondheidscentrum. Is dat iets dat u ligt of niet? Dat maakt ook deel uit van de opleiding geneeskunde. In je eerste jaar moet je dat dan naar een week kijkstage doen bij wijkgezondheidscentrum en je volgt dan iedere keer mee. Je hebt ook COPC-week, waar dat er dan ook kennis gemaakt wordt met een buurt in Gent en de verschillende systemen van hoe werkt die buurt, welke voorzieningen zijn er allemaal. Maar dat is effectief na het inhoudexamen, dus nadat je al beslist hebt van ik wil arts worden. En dan pas wordt er eigenlijk gepeild naar je sociale vaardigheden en dat is effectief wel een probleem. In de geneeskunde ondervind ik zelf ook dat er niet voor dat je de keuze maakt eerst gepeild wordt of dat je wel de sociale vaardigheden bezit om dokter te worden, wat dat wel zeer belangrijk is. Want een dokter die niet graag met mensen omgaat, is een beetje een probleem. Hè? Als die zegt van, ik heb liever achter mijn bureau te werken, dan ervaar je dat soms, dat mensen zeggen van, ja, ik heb dat nu in de praktijk gezien, bijvoorbeeld in het wijkgezondheidscentrum, maar dat is nu echt niet mijn ding om daar ook empathie te doen. Want dat kan ook zijn dat iemand zodanig introvert is, dat die zegt van, ja, dat is niet voor mij om in zo'n situaties dat er nog bij te nemen. Ja, ik denk dat dat zeer zeker zo is, want je ziet dat ook in de cijfers, dat reflecteert ook niet veel studenten willen huisarts worden. Ik denk dat dat een zeer tekend beeld is van wat u net beschrijft. 70% van de mensen die nu in mijn richting zitten moet huisarts worden, maar slechts 30% wil huisarts worden. Dus ik denk ik wil niet zeggen dat iedere specialist een apathisch persoon is ofzo, maar het is wel tekenend dat huisartsen meer empathie hebben, alleen niet meer empathie, maar meer, ja, zoals je zegt, willen werken in een wijkgezondheidscentra. En ik denk dat dat wel een zeer tekend beeld is en dat het inhoudexamen misschien mogelijk daar wel mee te maken kan hebben. Maar natuurlijk, ik ben ook geen expert ofzo, het is maar uit persoonlijke ervaring. Goed. Er was geen grote opkomst, maar de kwaliteit was er, vond ik persoonlijk. Het was heel interessant om daar toch even over te praten bij jullie. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Dit wordt ook live opgenomen. Dat betekent dat alle aandachtspunten zijn weg zullen vinden naar de bevoegde instanties. En wij hebben een aantal engagementen. Wij luisteren straks naar Peter in Sputnik wordt hij opgenomen. Sputnik is uitzendingen via Urgent toch, hè? Ja. Urgent FM op welke kanaalbreedte? In Gent 105.3 FM of online op Urgent FM. En Sputnik is van 17 tot 19 uur van maandag tot donderdag. Fantastisch. Ik dank jullie van harte en uiteraard ons trouw publiek nog des te meer. En als je de horeca wilt steunen, kunt je nog iets drinken hier aan de bar. Dank je wel. Het is jammer.